Goedendag, de nieuwe 30-daagse. Daar gaan we eens naar kijken of het winterweer geleidelijk aan gaat verdwijnen. En of we dan uiteindelijk toch weer eens een beetje in de tuin kunnen gaan werken. Want de afgelopen week was dat niet echt ideaal. Momenteel, als we dit aan het opnemen zijn, is het zelfs nog aan het sneeuwen in het noorden. Nou, die sneeuw die gaat geleidelijk aan wel verdwijnen. Maar wordt het ook echt warmer? We gaan het zien in deze nieuwe 30-daagse. En daarvoor begin ik in eerste instantie met het Amerikaans model. Dat staat hier achter mij en dat pakken we op maandagochtend. Er ligt dan een lage drukgebied ten noordwesten van Ierland. Flink wat regen in onze omgeving en dat niet alleen. Het waait ook stevig maandag, maar ook dinsdag belooft een onstuimige dag te worden. En wat we eigenlijk gaan zien, deze weerkaarten voor volgende week, is dat het erg wisselvallig blijft. Er komt zelfs nog wat winterse neerslag in de buurt. Nou, misschien dat we woensdag nog een paar winterse buien gaan krijgen. En ook later in de week blijven depressies toch wel actief in onze omgeving. En dat betekent dat de paraplu nog zeker nodig zal zijn. Neerslagprognose laat het ook mooi zien. Dit is de neerslagprognose van het Europees model. De komende dagen, met uitzondering van zaterdag, toch grote kans op neerslag. De week daarna wordt het allemaal wat minder nat. We kunnen dat zien aan de staafjes. De neerslagkansen worden dan geleidelijk aan wat kleiner. Nou, we gaan de kaarten er eens bij pakken. Als we naar de temperatuurafwijking kijken voor volgende week, dan ziet het eruit dat we wel van de kou af zijn. De temperatuurafwijking laat een iets warmere week dan gebruikelijk zien voor deze tijd van het jaar. Maar ik zeg daar wel direct bij, we zien nog wel de kou hier in het noorden. En dat hoeft maar een klein beetje op te schuiven. En dan hebben we toch nog een paar wat minder warme dagen. Het is bijvoorbeeld het Amerikaans model dat echt nog wel op wat koude lucht hint halverwege volgende week. Ja, de luchtdrukafwijking die laat ook heel duidelijk zien dat het een actieve weerweek gaat worden. Een afwijking naar lage druk en dat betekent dat depressies in de buurt zijn. En de baan van de depressies die is ook heel goed te onderscheiden via Groot-Brittannië richting Scandinavië. Nou, de bijbehorende storingen die trekken dan met enige regelmaat over Nederland. En dat betekent van tijd tot tijd toch wel weer flink wat neerslag. En daarom wordt er ook een natter dan gebruikelijke week verwacht in de periode 13 maart, 20 maart. Daarna lijkt het toch langzaam maar zeker wel iets van stabilisatie te gaan optreden. Het moet in ieder geval wat rustiger worden. De afwijkingen worden duidelijk minder sterk. Dit is de luchtdrukafwijking voor 27 maart tot 3 april. Boven Europa over het algemeen een lichte afwijking naar lage druk. Maar het is over heel de kaart zo zichtbaar. Met andere woorden, echt extreem weer voorzie ik niet in deze periode. En dat komt ook tot uiting in de temperatuurafwijking. Want die is normaal. Wat betekent dat dan in deze tijd van het jaar? Nou, dan moet u denken aan maxima temperaturen ergens tussen de 11 en 13 graden. Gaan we nog een stapje maken, dan komen we uit op 3 april, 10 april. Dan zijn we alweer een stapje verder. Ook dan weinig afwijking, een lichte neiging naar iets warmer weer. Nou, we zitten dan rond de 13 graden op de meeste plaatsen nog steeds. En dat is gebruikelijk voor begin april. Wat kan ik dan nog vertellen over de neerslag? Dat we geen afwijking van betekenis zien. Het wordt allemaal dus echt wel wat rustiger. En dat is ook goed te zien aan deze kaart. Geldt eigenlijk voor heel Europa. We zien nauwelijks een significante afwijking. Behalve de depressies die over de oceaan richting Groot-Brittannië trekken en dan afbuigen naar het noorden. Die kunnen daar nog voor wat meer neerslag zorgen. Als we dan naar de weerregimes kijken, dat is altijd een wat technischer kaartje, maar best wel interessant om te zien. Dan zien we afhankelijk een NAO-plus afwijking. Wat betekent dat nu? Nou, dat is wat we typisch hebben volgende week. Lage drukgebieden aan de noordkant, hoge drukgebieden aan de zuidkant. En dan krijg je een wat sterkere afwijking en dat levert over het algemeen zeer actief weer op. Maar er is langzaam maar zeker wel iets van een overgang te zien. We zien wat meer rood erin komen. Dat betekent dat er wat meer hoge drukinvloeden komen boven de Atlantische Oceaan. En dat moet dan ook voor dat wat rustigere weer gaan zorgen. En dat kunnen we dan als volgt samenvatten. De eerste week, volgende week, echt nog wel een wisselvallige week. Waarschijnlijk zacht, maar misschien toch op woensdag nog even die uitschieten naar wat koudere lucht en wat winterse buien. Ik sluit dat niet helemaal uit. Geleidelijk een overgang naar rustiger weer. En deze kaarten laten ook wel iets anders zien nog. Er zijn geen signalen voor extreme warmte of extreme kou. Kortom, een vrij normale periode breekt eraan na volgende week. Nog een fijne dag.